Jigsaw en ik zit hier samen met Gio en met Don Wintertijd. Waar ben je? Leuk intro, maar kan je mij heel even helpen misschien? Wat? Hoe? Nou, hoe? Hoe kom je daar nou weer? Ik kwam ze tegen. Ik denk dat ze vinden me lief. Blijf jij maar lekker spelen. Ik ga wel even de kaartjes lezen. Als je killen. Epic battle. Hallo meneer zombies. Ik ga er even tussen staan hoor, als je niet erg vindt. Ik ga er even te bij. Mag ik ook mee spelen? Ja, sla ze maar. Nee, ik ga ze niet slaan, dus ik vind ze aardig. Nou, ze killen me bijna. Nee joh. Ze willen gewoon omhelzen jongen, laat ze gewoon. Ze achtervolgen me, ik vind ze eng. Ah, kijk, nu gaan ze mij lopen slaan. Niet aardig, oké? Ik kom je redden. Zo hoor je je niet te gedragen tegen de let's players, oké? Oké, ik kom je redden. Wat de fuck doet die skeleton hier? Ik heb een beetje het gevoel dat ik dood ga. Oh, ze doet me pijn. Laat me gaan. Oké, wij gaan gewoon het huis in en we laten ze met rust. Nee, maar kunnen ze niet door deuren heen bashen nu? Oh ja, wacht, dat is helemaal in hard. Difficulty. Ga dicht. Nou. Jongen, nee. Oké, maar leven. Er stond een kist, heb jij gepakt wat erin zit? Ik. Hoor ik dat nou echt goed? Ja. Nee, ze komen door de deuren. Blokkeer het. Wacht, ik zet de craft niet helemaal ervoor. Oké. Oh man. Ze zijn binnen. Nee. Oké. Ah! Dat meen je niet. Ah, zombies jongen. Hallo Mr. Zombie. Ga weg. Ik wil niet met je praten. Nee, dit vind ik niet leuk. Nou, ze zijn in ieder geval dood. Oh man, ze kunnen gewoon de deuren heen bashen. Dat staat helemaal nergens op. We hebben de intro in ieder geval overleefd. Ik denk het. Oh, ik heb een... Oh, wil je eens dingen terug? Oh, waarom niet? Lekker eten. Ik weet alleen niet welke de goede map 0, oké. Wacht, ik ga ze even sorteren hoor. Dit is 0. Wat doet deze deur? Dat kijk dit. Je kan gewoon zo naar binnen. Dat is keihard. Oké, maar ja, even de map sorteren. Dit is map 0. Ik denk dat dit 1 is. Ja. Dit is het 2. 3. En 6. Oké, ik bied alvast mijn excuses aan voor de mensen die geen Engels kunnen. Maar dat zijn er heel weinig natuurlijk. Dear friend, one night, about a month after the stranger turned up, a few of us had seen a strange, eerie glow in the field south of the village. There was a loud humming sound, too, but none of the adults seemed to notice. They simply told us children to go to our rooms and not be concerned. 2-3. The stranger was with the adults that night. It was as if he was able to control what the adults did, so no one questioned the arrival of more strangers the following day. From that day, the routine of the village changed. The adults started to distance themselves from his children, and a strange nightly ritual began. Oh my god! 3-3. Believing we were in danger, the other children agreed to watch the strangers and journal our findings. The other keep their journals safe in the village. I enclose mine with this letter, hoping that you can help us, for I fear the strangers may be taking us away. Please help us, Katie. Mag ik een applaus voor mijn mooie skins? Nee, dat moet je zo doen in Minecraft. Dat ziet eruit als een eenhand applaus. Oké, dus je hebt een letters voorgelezen. Ik zie hier een kist, dus ik maak het raam kapot. Ik ben een griever, ja, ik weet het. Ik heb nog meer maps hier, ouwe, nog meer tekst. Oh ja, ik sloop dit hele raam, want ik zie een chest met een ghast tier. Oh, een batterij. Wat doe je daarmee? Batterij moet erin. Oh, van je. Van je MAC. MAC, ja. Van mijn McDonald's. M to the A to the C. Goed, ik ga dit ook even voorlezen. The ritual. At nightfall, all the strangers gather at the cake shop. They go into the back room of the shop, and strange music can be heard. The clock tower, which hasn't worked for months, count down to 1.
This happens at each building the adults go to. When the clock reaches zero, they gather at the church. Dus de bek van de cake. Whoa, this is. Whoa, just gonna plan a village here. Epic. We moesten naar een cake. Is dat de clock tower daarboven? Dat ding? Ja, ik denk het. Ja. Er staat 9 op, ik weet niet wat dat moet betekenen. Er staat 9. Ja, dan moet hij aftellen. Goed, waar... er staat hier iets over een cake shop. Dan moeten we de cake shop gaan zoeken. Het zal wel een van deze mooie kleurrijke gebouwen zijn. De rol ziet er wel leuk uit. Oh, ik was nog helemaal vergeten te zeggen. We doen deze episode speciaal voor... Shit, wat is de naam ook weer? Ik weet het niet. Nee, ik ben het kwijt. Oké, paar seconden. En we zijn weer terug. MegaMinecraft.nl, dat was de naam. Ik heb echt urenlang gezocht net, maar ja. Deze video is speciaal voor hun kanaal en ik ben bij de cake shop trouwens. Oh, denk nou, ik. Dat had je wel mogen zeggen. Eerder, ik weet niet wat ik net bedoel. Het is het paarse huis, het hele grote paarse huis. Wow. En, ze zijn wel kleurrijk in deze stad, zeg. Heel kleurrijk, hè? Ja. Ik ga even met mijn paarse huis binnen hoor, even wonen. Dat zeg ik ook niet zomaar. Ik ga even wonen hoor, ik ben zo terug. Cake shop. Ja, cake shop. We moesten naar de back van de cake shop, zei dat ding. Waar? Oh, daar. En hier is een deur. Ik zie een cake. Nom 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 nom. Oh. Nom 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 nom. Hey, hoor je dat ook? Ja. Hoor muziek. Waar komt dat vandaan? Oh, ik snap hem. We hebben... Door de cake te eten hebben we gewoon de dingen opgelost. Die toren staat op 8. Wat? Hij staat op 8. Ik zweer het. Kijk. Oh man. Oh, misschien kun je dan een volgende aanwijzing vinden. Ik snap Is er geen chest hier? Oh my god, ik snap een chest waar? Nou, in dat huisje. Misschien zit er nog zo'n briefje in voor een aanwijzing. Vast wel. Oh, ik heb wel 2 ladder. Oh, er zit gewoon iets hieronder. Wat is... Oh, ik heb mijn piston gesloopt. Oh. Oké, ik heb een map. Oh, shit. Ik heb twee maps. Ik zie heel veel kisten hierboven. Zo, even kijken. Nou, ik bewaar die maps al, joh. Ik heb map 4 en map 14. Ik zou zeggen, lees maar voor. Of wil je dat tekst voor gaan lezen? Ja, doe jij maar. Nee, maar ik wil niet lezen. Ik kan er niks van. Oké, welke map had jij net trouwens? Ik had heel veel, maar ik weet niet meer welke. Ik heb ze... een beetje door de war gebracht net. Oh, hey. Nou, dan doen we maar 4. Dan gaan we van laag naar hoog. Ze moeten even laden. Map nummer 4. Breng je mooiste stem omhoog. Laat je mooiste stem omhoog. Aan het headbangen of zo? Nee, wat, waarom? Oké. Klaar nu. Waarom? Would you please read the map? Evelyn's house. Evelyn let one of the strangers stay in her spare room. Doc says he gets a chill each time he hears the stranger lie in his bed. I'd hate to be in the room next door like Doug. Myself and Doug think the bed is part of the ritual. Perhaps you have to lie on the bed. I don't want to find out, if I'm honest. Then we go to the house, man. We moeten op een bed liggen. Oh, weet ik zeker. Leuk. Ik weet het helemaal zeker. Wat is leuk. Doug's house of... Evelyn, toch? Evelyn's house. Ja, dat dacht ik wel. Laten we zoeken. Vertel je namen. Mitchell. Vertel je met je mooie voorleesstem. Kijk. Jij moet boeken aan kinderen gaan voorlezen. Oh, ik heb het gevonden. Waar? Welk huis? Naast het groene huis. De bakstenen gebouwen. Aha. Ja, ik zie je lopen. Ik ga vast naar binnen. Ik hoor zilvervisjes trouwens. Hoor je ze ook net? Of? Ik zie een boek en een klok. Oh, wacht. Ik ga een bed zoeken. Ah, bedden. Oh, hier ook. You can only sleep at night. Shit. Nou, die moeten we maar wachten.
Look at me, I'm Spider-Man. Oh shit, ik dacht al, hoe doe je dat nou weer? Maar ik was vergeten dat je kon klimmen op deze dingen. I'm a creeper, I'm watching you sleep. ik zeg dat we gewoon later terug moeten komen hier. Ja. Hahaha, ik ga het huis creeper. Oh, creeper. Hallo. Kijk hem hoor. Ik hoor creepers, ik hoor silverfishes. Ja. Ik hoor van alles hier. Voor mij mag het nacht worden. Hey, een watch. Oké, ik heb een watch gekregen, dan kan ik zien wanneer het nacht wordt. Oh. Goed, ik ben weer in het stadje. We hebben nog een kaart trouwens. En ik heb nog 2 ladder en een gas stair. Oh, nice. None of us have been able to find out what happens after the strangers gather at the church. Anyone who's watching is suddenly overcome with fear and is unable to watch. Oh, ook yes. Heb je nog meer? Ik ga even een map zoeken. Ik heb een appel. Oh, appels zijn goed voor je. Ja, klopt. Ik Eet ga af en toe een appel, anders word je kaal. Ken je dat nog van Master Movies? Oh ja. En onthoud kinderen, eet af en toe een appel, anders word je kaal. Ik ga opeten, want ik wil niet kaal worden. Ik weet niet waar we nu heen moeten, dus ik ga gewoon even dit gebouw binnen. Oh, hier komen we vandaan. Oh, waar ben je heen? Ik weet niet, ik ben daar. Oh, daar. Hey. Heb je alweer een volgende map voor ons? Nee, dat heb ik dus niet. Misschien map nummer 5 of zo. Of, Hoor je ook zilvervisjes? Zeg maar alsjeblieft dat je het hoort. Ik zie hier wel een furnace. En er zit een gold ore. Ik wil gold hebben. Gold is leuk. Ik zweer het je, ik kan niet de enige zijn die hier allemaal zilvervisjes hoort. Nee, ik hoor het ook. Klopt. Gelukkig, ik dacht al. Weet je, ik zou die gold sowieso even bewaren. Misschien moeten we er wel wat mee. Misschien wel. Ik heb weer een appel. Ik heb weer een map. Oh. Een letter. Hij moet even laden hoor, dus daar wachten we even op. Oké. Map nummer 7. The referent. He won't let anyone near the cauldron he keeps in his back room. Oh, he keeps it in his back room. And if anyone enters the same room as the cauldron, they're asked to leave. Maybe filling or emptying the cauldron is part of the ritual. Kevin says we need a bottle to empty the cauldron. Dus, wat is een cauldron precies? Ik heb geen idee. Dat is een ketel. Oh, een ketel. Nou, dan moet je een flesje hebben. Waar is er nou een ketel in Minecraft normaal? Of het is weet je dat niet? Heel zielig nagemaakt. Wat weet ik niet. Een ketel in Minecraft? Heb je ketels in Minecraft? Ja. Zijn er even nou weer ketels in Minecraft? Die zijn er volgens mij wel altijd. Oh, je bedoelt die brewing stands of... Of die vierkante zwarte dingen. Oh, natuurlijk. Dat zijn ketels. Derp. Ik heb serieus geen idee waar we een ketel kunnen. Dat hoor ik. Ik hoor iemand op een deur bonken. Ik ben bang. Dat hoor je zeker niet. Okay. Maar het moet even nacht worden, want dan kunnen we die andere weer... Ja, maar daar wachten we wel op. Het is nu bijna... Het is de helft van de dag, zeg maar. Het is 6 uur, zou je kunnen zeggen. Ik krijg boeken, jongen, maar ik moet er niks mee. Ja, wat moet je met die boeken? Niks, helemaal niks. Het is voor niks bedoeld. Denk ik weet het. En helemaal boven. Nog meer paper, nog meer boeken. Ik heb geen boeken. Ik heb een map. Oh, nice. Geef en ik heb weer een guest tier. Ik wou ook een guest tier. Ik heb er al 3 nu. En ik heb nog een map en nog 2 ladder en nog een appel. Jezus, oké, kom maar terug bij het begin. Want ik denk dat ik daar nog een chest zag liggen in de grond. Waar? Voordat we deze map begonnen. Ik hoor je. Oh, het is al bijna nacht, ouwe. Ik kan dus al gaan slapen. Kloktoren staan nog steeds op 8. Dus. Ja, ik heb nog steeds niks nuttigs gedaan. Ik ga even terug naar het begin. Even checken. Nu kunnen we slapen, denk ik. Ja, we kunnen slapen, inderdaad. Alleen, welk huis was het ook weer? Een van die bakstenen huizen. Hier was het. Ja, is het oké. Wacht op mij. Oh, er zit helemaal niks in. Oh, je hebt die zelker al uitgepakt. Nou. Bakstenen huizen, ik ben er nu voor. Ik ben er nu in. Andere. Oh. Oké. Okay. Komt een paranormal activity hier, ik ga erin liggen. Oké. Okay. Oh, kijk.
Ik hoor muziek. Ik ook, yay! Betekent dat dat die kloktoren nu op... Ik denk het wel. Ja, 7. Yeah. Oh, ja. Yeah. Zo vet. Oké, nu moeten we een brewing stand vinden, of dat in een blokje waar het over had. Alleen waar? Bij wiens huis was het ook alweer? The Reverend. He wanted anyone near the cauldron. Ja, The Reverend, blijkbaar. Ik hoor een nether portal trouwens. Nether portal? Ah, ik zie creeper, wat doe je hier? Oh, nee. Ja hoor, sloop het land maar. Waar ben je? Midden in de village. Oh, ik ben bij de Reverend. Welk huis is dat precies? Dat is zo'n grijs huis. Oh, ik zie je. Oh, hey. Oké, we moeten zo'n ding vinden. Ik zie hier een ketel. Oh, wacht. Je moet een bot hebben natuurlijk, hè, dus. Ja, ik heb weer een appel, what the fuck? Wat heb je met appels? Ik heb een steak en ik heb een kom. Zie je, die moeten we leegmaken. Waar gaan we een bottle vandaan? Misschien boven. Een chest. Ik was al boven, ik zag niet echt een chest of zo. Maar ik was aan de andere kant. Oh, hier. Ik zie een kompas. Oh, guys, hier voor mij. Hahaha. Ik heb hem. Hey, laten we even slapen dat het even dag wordt. Ja, oh, hier is een leuk twerpersoonsbed. Ja, lekker. Hi, Gio.